keuze voor het strafrecht heeft mijn leven veranderd. Ja. Mijn beroep is mijn leven. Het beheerst alles, ook je vrije tijd. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Ik lees er constant iets over. Cliënten benaderen je ook steeds, dan wel anderen. Dus je wordt er steeds op aangesproken. Ja. Dus je moet je wel echt realiseren. Het is net, ik vergelijk het altijd met een artsenpraktijk. Ja. Als jij niet van extra diensten, weekenddiensten, in de nacht worden opgeroepen houdt, dan moet je dit maar niet gaan doen. Ja. Er is zoiets als work-life balance. Ja. Dat ook bij steeds meer advocatenkantoren wordt geïntroduceerd. En dat we daarop moeten letten. Hoe denk je daarover? Ja, dat vind ik heel mooi, omdat de praktijk uitwijst dat die er niet is. Ja, ik zeg het hier. Ja, jullie hebben me uitgenodigd en ik ga het ook gewoon zeggen zoals. Ja, ik ga het ook zeggen zoals het is. Omdat als jij, ik noem maar wat, als de rechtbank een zitting met jou in wil plannen of een getuigenverhoor, dan houden ze vooral rekening 1 met de capaciteit van de zittingszalen, 2 met hun eigen agenda, 3. En die staat ook meteen weer op nummer 1, de doorlooptijd van de zaal. Of van de zaak. En dan komen ze eens uit op de agenda van de advocaten. Dus er wordt heel snel gezegd van ja, kunt u verhinderdata doorgeven? Ja, oké, dan kort het wat in. 1 van die 3 dagen en anders stuurt u een kantoorgenoot. Oh ja, anders stuurt u een kantoorgenoot, maar die weet niks van mijn zaak. Maar als je ooit de gelegenheid krijgt om te kiezen tussen, ik vind dat altijd zo mooi, 4 dagen werken of 5 dagen werken, als dat je wordt aangeboden, kies vooral voor die 5 dagen werken. Want wat gaat er anders gebeuren? Je kan die 4 dagen in 5. Je moet dan van die 4 dagen moet jij de uren proppen van een hele week. Want je praktijk wordt er nog niet op afgestemd, omdat ook de doorloop van de zaken daar niet op is afgestemd. Dus niet zozeer dat de orde dat niet zou willen of dat de kantoren dat niet zou willen. Het hele systeem is nog niet helemaal op ingesteld. Dus wat ik wil aangeven, je moet heel goed voor jezelf zorgen. Dus beheer je agenda. Beheer ook momenten dat je helemaal even niets doet. Je plant gewoon even niks in. Dus met een x-aantal uren in de week doe je gewoon even niks. Namelijk, dan ga je agenda plannen. Dan ga je even nadenken over bepaalde verweren. Ook wel belangrijk om gewoon sommige verweren even te laten bezinken. Dan daar weer op terug te komen. In plaats van iets snel afmaken en dan van deadline naar deadline te hollen. Dus met andere woorden, je bent vooral de hoeder van jezelf. En dat is met name wat ik aan jullie mee wil geven. Dat we leven nu in een maatschappij dat we horen het woord slachtoffer heel veel vallen. We horen ook het woord empowerment. Mm-hmm. Empower mannen en vrouwen. Ik heb met dat woord niet heel erg veel. Power man, power vrouw. Het enige wat ik jullie wel wil zeggen is, je bent vooral empowered als je voor jezelf zorgt. We gaan naar de tweede stelling. Advocaten moeten terughoudend zijn met optreden in de media. Ja. Ja. Waarom? En dan hoorde ik al iemand lachen. Ja, jij zit daar toch? Klopt. En ik zal je meteen zeggen wat ik allemaal niet doe. En jullie kunnen het nagaan. Ik spreek niet over mijn eigen zaken. Nog nooit gedaan. Omdat ik vind, maar ik ben daar echt heel ouderwets in, dat je vooral moet spreken op de plek waar je moet spreken. En dat is naar mijn idee de zittingszaal. Je dient ook, ik vind het ook respectvol dat als jij iets te melden hebt in een bepaalde zaak, bijvoorbeeld een bepaald verzoek, lijkt het mij heel raar als rechter als je de dag van tevoren naar Jinek zit te kijken of naar Nieuwsuur of weet ik van wie, dat je daar al het hele epistel hoort. Terwijl jij moet het als eerste horen, dus ook respect voor de rechtbank, vind ik. En voor de procesdeelnemers, ook voor een officier is dat heel gek, of voor een tegenpartij is dat heel gek om jou daar dan tussen te zitten, een soort van voorspel. Vind ik persoonlijk niet helemaal netjes. In de zittingszaal, iedereen heeft de informatie gelijktijdig. Je kijkt elkaar aan, er kan gewoon gereageerd worden. Wat je daarna doet is weer iets anders. Maar het eerste verweer en het eerste verhaal dient daar ter plekke gedaan te worden. Dan is nog iets anders. Ik heb nog niet echt een zaak meegemaakt, en dat ben ik, waarvan ik denk, goh, dat ze nou stukken beter op geworden nu jij in de media bent verschenen. Nu zijn er natuurlijk wel media-optredens waarvan je denkt van, oh ja, ik snap heel duidelijk dat jij hier zit voor een oproep. Die begrijp ik. Dat kan ook in het belang zijn van jouw cliënt. Allerlei andere verhalen vraag ik me, ja, en ik ben weer toch ook weer heel direct, vraag ik me toch ook heel vaak af, om wie gaat het hier nou eigenlijk? Gaat het om het belang van die cliënt? Gaat het om jouw ijdelheid? Waar gaat het hier nou om? Ook als jullie ooit zelf met de media te maken krijgen. Misschien hebben jullie het idee dat het heel makkelijk lijkt, maar dat is het niet. Alles wat heel makkelijk lijkt, is juist heel ingewikkeld, omdat je hebt te maken met het kunst van het weglaten. Daar gaan jullie later ook nog wel in pleitnoten. Als je kan zo'n epistel schrijven, en als op een gegeven moment je patroon zegt, oké, heel mooi verhaal en nu graag
op één pagina. Wat doe je dan? Wat meld je dan? En voor de tv-uitzendingen geldt, die pagina wordt worden zes zinnen. In zes zinnen moet je het kunnen zeggen. Moet jij je standpunt hebben kunnen verkondigen en moet je cliënt, als je daar zit voor je cliënt, moet die cliënt ook nog blij zijn met wat je zegt. En vaak ben je niet de enige aan tafel, zijn ook nog anderen. Wie zijn die andere personen aan een tafel? Dus even een klein cursusje mediatraining. Als jullie ooit voor een cliënt in die media iets willen doen, vraag altijd wie de anderen zijn aan tafel. Gaan zij meepraten aan tafel? Blijf je aan de tafel zitten of ga je er vanaf? Loop je weg? Dat zijn allemaal belangrijke zaken. Het strafrecht is nog steeds, denk ik toch nog wel steeds, het iets wat stoute buitenbeentje. In de advocatuur? In de advocatuur, zeker wel. Dus... En hoe komt dat dan? Nou, toen ik begon met strafrecht, toen dat wilde, dus dan heb ik het echt over toen ik wilde, het wilde studeren, kreeg ik van mijn studiebegeleider van ja, in de advocatuur wordt de strafrechtadvocatuur toch wel een beetje als ordinair gezien hoor. Want ja, dat zijn allemaal een beetje losbollen en dan met die criminelen en dan met dit en dat. Dit was de studiebegeleider, hè? Oké. Dus ik zei, oh, is dat zo? Ik zeg, nou ja, geen idee, we zullen het wel zien. Vervolgens heb ik allerlei stages gelopen, zowel in de gevangenissen en ook op advocatenkantoren en ook bij het ministerie van Justitie. En toen dacht ik van nee, dit zit heel anders in elkaar. En dat juist strafpleiters bij elke beslissing die ze nemen heel goed nadenken, wat gaan we vooral allemaal niet doen? Nou ja, allerlei voorwaarden waar je mee te maken hebt, daar hou je in het strafrecht, daar let je nog meer op. Omdat jouw cliënten als geen ander, dat is misschien wel ietsje anders dan als je een bedrijf bijstaat, die cliënten in de strafpraktijk denken heel korte termijn. Dat is vaak ook waarom ze in de problemen zijn gekomen. Gaan we naar de advocatuur. Die is complexer geworden de afgelopen 15 jaar. Hoe merk je dat? Nou, als je soms, ik noem maar wat, je krijgt een overnamebriefje. Mm-hmm. Nou, die kan gewoon neutraal zijn. Tot mij heeft zich gewend, Pietje Puk. Ik heb besloten de zaak aan te nemen, kunnen we overleggen. In de loop der tijd zie je dat de toon iets wat veranderd is. Bijvoorbeeld dat wordt dan, ik ga ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft en dat ik vanavond bij u het dossier op kan komen halen. Ik ben aan het pleiten, ik heb nog niks gezien en dan meteen secretaresses die over en weer gaan bellen. Even rustig. Je bent gewoon collega's. Zaken afstaan of overnemen hoort er allemaal bij. Ik zeg ook bij deze tegen jullie, heel vaak komt die cliënt ook weer terug. Dus let gewoon heel goed op hoe je afscheid van iemand neemt. En let ook heel goed op, je bent allemaal collega's van elkaar. Je komt elkaar, Nederland is heel klein, je komt elkaar allemaal weer tegen. En hoe ga je dan met elkaar om? Niet alleen de advocatuur is anders, de hele maatschappij is anders. Cliënten zijn ook soms gewiekster dan je denkt. En zetten soms ook kantoren of advocaten tegen elkaar op. En soms gaat het er ook om dat ze denken, hey, er moesten daar nog, ik ben het niet eens die beslissing van de rechtbank heeft genomen en een afwijzing van allerlei verzoeken en wij wilden nog extra tijd om wat stukken door te nemen. Als ik nu switch van advocaat, dan gaat die advocaat natuurlijk zeggen dat hij zich nog moet inlezen. Heb ik ook wat ik wil, kan ik alsnog hetzelfde bewerkstelligen, alleen dan met de andere advocaat. Dus let op met name ook je eigen cliënt. En wat zijn dan de belangrijke vaardigheden die je als advocaat in die complexe maatschappij, maar dus ook werkveld, nodig hebt? Dat als iets niet goed voelt, is het ook niet goed. Dat is echt een heel belangrijke. Als jij een verzoek krijgt van een cliënt en jij denkt, nou, dat is toch raar. En je denkt, ja, ik ga nu toch met mijn patroon overleggen. Dan wil ik even tegen jullie zeggen, stop. Het moment dat jij met je patroon wil overleggen over iets, dat geeft dus al aan dat het voor jou niet goed voelt. Niet goed is niet doen. Gewoon niet doen. Dus als een cliënt zal altijd proberen om ietsje verder te gaan, kun je dat daar halen? Kun je even dit extra schrijven aan die of dat? Kun je dit even bekijken? Maar goed, en je bent partijdig, dus ja, misschien ga je ook lang mee in. Ja, maar jij bent de advocaat, jij dient de belangen, maar je bent geen loopjongen van die cliënt. En ook de regel, daarom zeg ik, de maatschappij verandert. Grote mond tegen mijn secretaresse interpreteer ik als grote mond tegen mij. Dat kan één keer, tweede keer ben je weg. Ik zeg dat ook heel duidelijk, want sommige cliënten zijn heel onbeschoft. Ik vroeg me af, zijn er bepaalde mensen die u niet wil bijstaan? En dan zal ik vooral te denken aan mensen die verdacht worden van bepaalde misdrijven voor overtredingen. Maar ook misschien aan mensen die
andere politieke voorkeuren of überhaupt maatschappelijke voorkeuren hebben die tegen uw eigen voorkeuren ingaan? Dat is een heel belangrijk iets, dat wat je ook doet, welke zaken je ook doet, het is een zakelijk contact. Dus, mijn cliënten noemen mij mevrouw Harlequin of meester Harlequin. Ik ben geen Natasja Harlequin voor hen. Ik bespreek niks persoonlijks met hen. Ik ga ook niet met ze eten, lunchen, weet ik veel wat allemaal. Allemaal niet. Maar als het gaat over politieke voorkeur, dat kan dus allebei. Wat kan niet? Dat is als het heel dichtbij komt. En dat gaan jullie allemaal meemaken. Zoals? Dat mensen uit je omgeving je benaderen. Een verre neef, een achternicht, een clubgenootje, een huisgenootje, een vriendin van een vriendin van een huisgenootje. Daar moet je heel goed opletten of je dat soort zaken aanneemt. Hoe dichterbij, hoe eerder ik nee zeg. Vergis je niet, advocaat ben je 24/7. Dus op het moment dat iemand in een DM of op een feestje een advies aan jou vraagt, zien ze dat ook echt al en jij geeft daar antwoord op, terwijl jij met je drankje in je hand staat. Zien ze dat ook echt als een advies van een advocaat? Ik kreeg er gisteravond nog eentje in een DM. Ik zeg, nou, dank u wel. Ik doe alleen, ik houd geen kantoor op Instagram. Ja, ook belangrijk om te zeggen. Ja. Ik zou eigenlijk een boek moeten schrijven. Dus u kunt morgen gewoon naar kantoor. Dit is het telefoonnummer. En ja hoor, de volgende dag om 10:00. Nou, toen gingen we het erover hebben. Geen enkel probleem. We kennen jou ook als op sommige onderwerpen ook maatschappelijk geëngageerd. Als ik het antwoord goed volg, zou jij potentieel ook mensen bij kunnen staan die de slavernij een voetnoot in de samenleving noemen. Of nog erger, het ontkennen of doen alsof dat niet is gebeurd. Ja. Kun je dat soort zaken die ook dichtbij komen, die je zelf belangrijk vindt in de samenleving, kun je dat scheiden van je werk als advocaat? Nou, dan zie ik het echt als een verzoek. Als het echt is, en ik heb die verzoeken gekregen. En tot nu toe heb ik het merendeel afgeslagen en maar een paar advieszaken op de achtergrond wat we staan aangenomen. Dat je dan heel goed moet bedenken als je daarin duikt. Mm-hmm. Dan moet je ook echt de ruimte hebben in je praktijk om volledig aan dat verzoek te kunnen voldoen. Dus ik neem maar een voorbeeld. Als je een verzoek krijgt van een publiek figuur die belaagd wordt op social media en er wordt aangifte worden gedaan en je wil die bijstaan, dan moet je weten dat het een traject wordt van 3-4 jaar. Kan je dat? Als jij iemand bij de politie wil bijstaan in het traject bij de politie over diversiteit, over integriteit, hoe mensen van kleur daar worden behandeld, wat doe je dan? Nou, in die zaken heb ik geadviseerd op de achtergrond. Ik ga daar niet voor zitten bij een tv-programma, maar dat gebeurt. Jouw achtergrond is een verrijking. Niet alleen voor jezelf, ook voor je kantoor en ook voor je cliënt. Dus als ik heb zelf een Surinaamse achtergrond. Als ik cliënten heb waarbij de Surinaamse achtergrond een rol speelt, ben ik de expert op dat moment op dat gebied. Voor hen? Voor hen. Maar ook als mijn collega een zaak heeft waar de Surinaamse cultuur of iets een rol speelt, of de bepaalde omgangsvormen, of iets in een dossier, een vertaling van iets, speelt dat absoluut een rol en is dat dus een meerwaarde. Zo geldt dat voor alle achtergronden. Dus met Fransen ga je weer andersom dan iemand die een Pakistaanse achtergrond heeft, zo ook een Chinese achtergrond, enzovoort. Je bent dus een verrijking. En vandaar dat dat zo belangrijk is, overigens ook bij de rechtspraak, ook bij het Openbaar Ministerie en ook op een kantoor. Dus laat van je horen. Laat jezelf gewoon zien en laat mensen ook, laat je ook jou leren kennen. Dankjewel, Natasja Harlequin. Dankjewel.